Voor deze nieuwe aflevering van Recepten van Topchefs hebben we Roger Rassa hier in ons midden. Roger, welkom. Restaurant Larive heb jij in een ster en dat is in een hotel. Ja, het is restaurant Larive binnen het Amstel Hotel in Amsterdam, aan de Amstel. En we hebben 1 ster. Ja. Oh, fantastisch. Roger, je gaat voor ons een voorgerecht maken, hè? Ja, klopt, ja. Ik ga een tataar van zeebes maken met Hollandse kapsalade. Beetje fijne groentes erop en een beetje vinaigrette van wortel. Ja, dan ben ik al heel benieuwd naar de eerste stap, Roger. Nou, goed. Nou, voordat we gaan beginnen met het gerecht, gaan we als eerst de jus van de wortels in de pan doen. Want die moet even reduceren, samen met de jus van de sinaasappels. Oké, de jus van wortels, Roger, even. Is gewoon wortels heel fijn gemaakt, kan ik me voorstellen. Heel fijn gemaakt, even door de sapcentrifuge heen. Ja. Ja, en dan laten we die mooi reduceren. Dan gaan we de zeebaars uiteraard van de huid afsnijden. Dus je kan het bij de visboer laten doen. Dit gaat van jou natuurlijk heel gemakkelijk. Ja. Maar inderdaad, bij de visboer kan het ook gemakkelijk gebeuren. We gaan hem in kleine tartaar snijden. Dan gaan we een heel klein beetje olijfolie en zout aan toevoegen. Een beetje limoenrasp. Mm-hmm. En het is misschien wel leuk voor de krabsalade die we er zo meteen bovenop gaan doen. De krabscharen die heb ik daar liggen. Die kun je dus heel makkelijk in een minuutje of 6 in kokend water met een beetje zout afkoken. En zodra die zijn gaarheid heeft, terugkoelen in ijswater. Mm-hmm. En daarna weer het schalen. Staat eigenlijk al klaar? Ja, ik had hem even voorbereid. Heel goed. Welke olijfolie ga je hierbij doen? De Arbequina mogen kiezen, ja. Voilà, hier staat een heel mooie fles. Ja. Dus nu doen we daar wat zout in. Dan zal ik even de limoen raspen. Zesde van limoen. Zoveel de alsjeblieft, chef. Olie dan toevoegen. Dank u. En doe een klein beetje fijn gesneden bieslook erdoorheen. Dus hoeven we dat enkel maar mooi te mengen zo. Het ziet er nu al lekker uit. Ja, toch? Ja, sterker absoluut. Nog, je smaakt het ook. Ja. Ze hebben een hele mooie tartaar van zeebaars. En een beetje bieslook. Limoen, een beetje zout en peper. Mm-hmm. Zoals ik al zei, de krabsalade hebben we dus iedereen zo voorbereid. Ja. Ja. Dus de krabsalade mag iets meer vet gebruiken. Dus dan doen we ook weer een klein beetje limoenrasp bij. En die maken een klein beetje aan met wat mayonaise. Mm-hmm. Wordt wellicht ook gemengd, chef. Jazeker, als jij dat even doet. Oh ja, graag. Nou, voor bovenop de krabsalade doen we een paar fijne groentjes. Ja. En die doen we een klein beetje aanmerken. Ook met wat olijfolie en enkel wat zout. Mm-hmm. Voor het een beetje een mooie salade te laten worden. Voilà. Mooi. Dus onderaan komt de tartaar. Onderaan de tartaar van zeebaars. Zeebaars. Mooi strak vullen. Mm-hmm. Dat gaat bovenop de zeebaars. Ja, dat doen we bovenop de zeebaars. Beetje ook weer gelijkmatig verdelen. Dan gaan we heel klein beetje aandrukken met de. Wel in de keuken gebruiken we daar vaak een tonicstamper voor natuurlijk. Heel handig natuurlijk. Ja. Ringetje eraf. Zo, het ringetje eraf. Dan hebben we een beetje crème fraîche. Die hebben we van tevoren al een klein beetje opgeslagen met peper en zout. En dan kunnen we mooi nopjes spuiten zo. Dan doen we worteltje bospeen. Doen we een heel klein beetje voorblancheren. En kunnen we heel mooi op dresseren. Dan doen we van komkommertjes doen we een leuk lint snijden. Ja, heel mooi, hè? Dus heel mooi op de mandoline snijden we daar een lint van. En dan snijden we het zijkantje er zo af. En dan kunnen we daar heel mooi zo naar buiten laten lopen. Het is een mooi fris gerecht voor de zomer natuurlijk, voor op het terras. Klein beetje frisé. Plukjes erop. We hebben een bieslook krullen, dus enkel bieslook insnijden. En dan in ijswater leggen. En dan krullen ze heel mooi op, zie je dat? Mm-hmm. De crouton.
Want elke salade wil natuurlijk ook een knappertje hebben, een krokantje hebben. Ja, en hoe is die gemaakt, chef, de croton? Die croton, die snijden we ook hele dunne plakjes en dan sprenkelen we daar wat olijfolie overheen. Ook mooie hooi blank even, twee paar druppeltjes eroverheen, dus denk een beetje zout erin en even op 160 graden in de oven laten licht kleuren. Mm-hmm. En dan gaat dat helemaal goed komen. Dan hebben we hier hele mooie bloemetjes van Ocean Blue. Ocean Blue, ja. Heel mooi kleur op het bord. Ja. En ze zijn er nog om op te eten, dus dan wil je nog meer, hè? Ja, toch? En dan om het helemaal mooi te maken en af te sluiten. Om het helemaal chic te maken. Ja. Doen we er mooi een knelletje. Van caviar. Van caviar op. Ja. En dan moet de zomer eigenlijk toeslaan. Die is al begonnen met dit gerecht. Ja. Dan doen we bij de caviar. Doen we nog een heel klein beetje waterkerstcrème. Dan doen we waterkers afblancheren in kokend water, koud spoelen. En dan opdraaien met een beetje okal olijfolie. Want juist die olijfolie trekt hem helemaal qua smaak omhoog en geeft hem ook een hele mooie binding. Mm-hmm. Dat doen we zo meteen op de rand nog. En dan hoeven we eigenlijk alleen maar de vinaigrette. En die doen we separé, die doen we apart erbij. Ja, die doe je apart, ja. Ja. Mag ik de hooi blanca? Die doen we dan mooi op de. Dankjewel. Die doen we mooi op de wortel en sinaasappels. En dan is de vinaigrette klaar. Dan heb ik enkel nog een saucière nodig voor hem apart erbij te serveren. Heel mooie kleur, hè? Zo'n beetje brons-achtig. Ja. Dat is natuurlijk door de wortel en de sinaasappel. Voilà, het is zo klaar om op tafel gezet te worden en op te souperen. Smakelijk zou ik zeggen. En voor meer details, ga zeker naar de website, want daar staat het recept helemaal uitgeschreven. Dankjewel, Roger Racin. Dankjewel.